Goedemorgen. Ik ga u even wel snel wat laten zien. Ik ben op straat. Ik zag dit. Ik denk, ik ga even stoppen. Precies een beetje aansluitend over wat we hebben gehad vanochtend. En dan, ga niet zeggen. Ik ga alleen maar laten zien. En heb je begrepen. We gaan het zien. Ik loop vanaf het beginstukje naar het einde. Dus ik loop nu even naar het beginstukje om te lopen naar het einde. Dat kunnen we zien. En dan, waarschijnlijk hoef ik niet veel te zeggen, maar dan begrijpt u gelijk wat ik, waar het over gaat. Oké. Dat was de andere route weer. Dit moet ik doen. Oké. Ze zijn dus hier bezig te bruskutten. En dan gaat u zien, ze hebben het nu een beetje bij elkaar gedaan. Even gauw oversteken. Dus u nagaan, het gras was hoog, hè? Het is gebruskut. Dit is wat de regering voor moet zorg dragen. Ik zou kunnen zeggen, ze moeten zorg dragen voor prullenbakken. Maar dit is de burger die doet. Dit is de burger die dit doet. Dus die mensen die zeggen van ja, kijkt u. Wij gooien dit op straat. Wij gooien het. Al die zakken die natuurlijk kapot zijn gegaan door die bruskutters dingen. Kijk u. En eigenlijk vind ik het jammer, want weet je, dan maak je schoon. Maar eigenlijk maak je die schoon, want die troep blijft liggen. En ze moeten het gras wegmaaien. Je moet uitkijken, want al heb ik... scherpe voorwerpen tegen mijn dingen aan. Kijk u. Daarom zeg ik statiegeld, statiegeld, statiegeld. Dit zou binnen no time zijn opgeruimd door bijvoorbeeld daklozen. Kijk u hier. Snapt u wat ik bedoel? Dus wanneer we praten, OW moet zijn werk doen. What about onze verantwoordelijkheid als burger? Kijk u hier. Dus in principe zou je een groep moeten hebben die gelijk opruimt. Maar dan gebeurt het weer de volgende week. Dus het opruimen op zich kan, maar die mentaliteit moet veranderen. Waarom dumpt u hier uw etensbakje? Waarom dumpt u hier uw flessen? Waarom doet u dit? Waarom? Umorsu, die is een agu gedrag. Nog wat denk ik met Lolo Sani. Van Iloba Kondre naar regering, die zie. Die is een unumorsu toch? Kijk hier. Alleen maar, het wordt alleen maar erger. Allemaal petflessen. Gewoon morsu. Agu gedrag. Je dumpt je dingen hier gewoon. Dat is anders aan die zin. Als het ijzer in zijn afstanding. En zo mogen die de schuld. Wij toch? Wij zijn toch hier verantwoordelijk voor mensen? Kom op man. Wij zijn hier verantwoordelijk voor. Geen regering. Wij als burger collectief. Kijkt u hier. Kijkt u hier. Dan moeten deze mensen nu onze troep komen opruimen. Blijkbaar gaan ze nu wel op. Kijk, oh, dit is natuurlijk is van oud. Van de vorige keer wordt dus bij elkaar gegooid daar. Ja hoor. Ah, boom. Yes. Hi. Doei doei. Gewoon, ik batra, ik drie maar sani, ik bier of dan een. Ja, je trouwens ja. Hij is schelen. Ik ben langer. Sani, ik trouwens ja. Morsu. Morsu. Morsu gedrag. Die zijn op president. Die is naar UNO. Wel op iets van een.
aan elkaar. Nee, helemaal niet. Is dat nodig, Gering? Nee, maar waarom gooien wij onze troep? Dit? Ja. Kom op, man. Absoluut. Ja, maar dan moeten mensen opruimen. Wij moeten geen rommel gooien. Ja. Maar eerst zegt u, waarom ruimen ze niet op? Dit kan toch niet, man? Zuiver. Daar begint het bij onszelf. Ze worden boos, ze mogen boos worden, maar niks. Die is nog keiharde feiten. Die is nog keiharde feiten. Die is nog morsu, unu. Unu morsu. Agu gedrag. Lek van betekent met je, is geen varkensstal hier. Opruimen je kamer, ben je gek geworden? Wij doen het. Wij doen dit. Dit doen wij. En dan moeten mensen onze troep komen opruimen. We hebben scheet in onze kop, nou. Sorry dat ik het zo zeg. Je is je eigen troep, dan moeten nu mensen, andere mensen jouw troep komen opruimen. Aan de kant toch? Dit is gedroogd al, dus dat betekent dat dat daar ligt, is al een tijdje geleden gelegd en ook dan niet opgeruimd. Aan elkaar. Is dat poelbroeken weer broeken? Lukt je? En niet alleen maar mensen die in de auto rijden, ook mensen die op straat lopen, gooien gewoon een troep op straat hoor. Niet alleen auto, iedereen. Elke keer erger ik me de groen en geel aan. Hoe is het mogelijk? Ik reed laatst ergens, dacht ik van, no. Maar ik had een afspraak, dus ik kon niet stoppen. Ik heb nog een pit. Dat zijn we niet. Goedemorgen. Is het toch erg dat is mijn rommel zo dat troep weer de rommel, ja, je unu. En wordt het opgeruimd of jullie gooien het bij elkaar gewoon? Maar alles dat daar is nu. Ah, die hele kant hier. Ja, dat is daar. Maar dan wordt het in een hoopje gezet en wordt het opgeruimd. Ja, en jullie moeten verder gaan brusketten, dan gaan ze. Nee, dat is een perceel van iemand. Dit is een perceel van iemand? Ja. Is het toch erg dat u troep van andere mensen moet opruimen? Ja, we moeten onze eigen troep toch meenemen naar huis? Nu kijk deze mevrouw, ik weet niet of je op beeld mag. Nee, dat kan niet. Nee, oké. Deze mevrouw moet hier werken met een hark. Andere mans troep opruimen. Lukuja. Morsu dagus. Ja, namitaki. Morsu dagus. Want dagu is een varkensgedrag her. Lukuja. Lukuja. Dus niemand moet me nonsens komen vertellen. Asociaal. En dat is een perceel van iemand. Charge die persoon, die moet ze per. Dat zouden ze toch gaan doen? Geloven, jongens. Kijk eens. Aan de kant, toch, mevrouw? U moet ruim terug. Ze gaan het nooit leren, boy. Is toch verschrikkelijk, mevrouw? We gaan het nooit leren. Wij maken het gewoon morgen voordat je denkt. Is het weer een troep? Ja, het is aan de regering, dit is aan hoe we doen, toch? De mens zelf. Wat is het om in je auto te zetten, ik die rommel? Zuiver, mevrouw, zuiver. Daarom ik ook sorry, dus maar. Kamara, dat wordt ook oneerroken. Juist, klopt. Ja, we krijgen dan ook oneerroken, maar we werken, maar kijk wat ze doen. En dan natuurlijk zeggen, dan komt u morgen terug, morgen zelf de shit. Ja, hallo, maar we zijn op plaats gegaan waar we vandaag hebben gewerkt. Morgen, dit is morgen, de middag daarvan, aan dat bakken. Is dat? De middag daarvan, aan dat bakken. Is dat voor broek of weer broek? Zeg, ja. Maar ja, je moet voordien met me doen. Want je moet werken, dat je. Ja. Maar dit is zomaar. Bijna. Het is nou werkelijk zomaar, je doet. Zomaar doen. Maar terwijl deze mensen naar het buitenland gaan, moeten ze doorgaan om dit te doen. Ai, zuiver. U zegt het goed. Ze moeten doorgaan om dit te doen naar het buitenland gaan. Hier gaat het wel wat hier, maar hallo. U mag niet op beeld, no? Nee? Even maar. Nee, maar dat mensen horen toch wat ja. U zegt, want u werkt, u doet ja, dit. Ja, elke dag doen we. Dat is mijn werk uitgedaan. Vandaag zo maken, kwart overal een stof van maken. Komt die half één. Echt hè? Ja, geloof me. Komt die half één, dat is het werk zo. Dus u zegt, dit is niet de regering, nee, dit zijn de wij. De mensen zelf, wij mensen doen het.
gewoon naar gewoon toch. Ja, trouwens. Maar misschien moeten we ook prullenbakken zetten meer. Hoe meer dan? Hoe meer dan? Ik ga u wat vertellen. Ja. Op de zondag werkte ik overuur. Ik werkte met de container. Ai. Mensen die me kennen komen gewoon toch in de tunnel. Niet eens mensen die me kennen, maar ik had gewoon in de tunnel. Ja. Een heer die me goed kent, maar je gaat niet geloven. Die heer parkeert naast die ton. Hij gaat die fles. Die heer parkeert mooi naast die ton. Hij gaat die fles naast die ton. Ik zeg ja. Maar ze gaan geen toe. En of toezien. Ja, geen toezien en een feestje zijn. Ik niet. Ik wil weer maken school. Jij komt je maken veel. Ja, aan de kant. Als je loopt onder. Nee, precies. Dat naar je. Juist. Dat zeggen ze. Dat zeg ik vandaag in mijn programma. Had ik het erover. Dat zeggen ze toch? Als ze het niet gooien hebben. Maar dan doe je dat thuis ook. Zuiver. Maar hoezo moet ik jouw werk geven om mijn troep op te ruimen? Nee. Ga je het leuk vinden? Nee, precies. Hier heb niet dat je zei het ergens met dat kikkertonder. Ja, toch. Dat je het ergens met, maar waarom doe je het over straat? Je gaat zien hoe dat mooi gaat schoonmaken. Mijn vrouw komt hier gaan of twee uur. Gaat u zien. Ja, nou? Denk eens die we elke dag meemaken. Maar wie behaalt het zo meteen op dan, als je het hebt gehad? Ik heb het op te brengen. Als je vandaag niet kan, kan je het morgen opbrengen. Want ze hebben heel wat als ze moeten opbrengen, ze moeten opbrengen, want we gaan het hebben. Als we vandaag niet komen, kunnen ze het morgen opbrengen. Dan hoef je het wel halen. Bijna poelbroek wil doen. Ik wil heer aan heer zijn. Als je nu wel geloven, komt hij later op, dan gaat hij zien. Ik ga zeker komen. Gaat hij zien. Wat we nu gaan hebben, en wat hij later gaat komen. Mokoluku, dankjewel, karakter is aan. Ik ben nu hier op de hoek van de Franciscanenstraat en de Regarastraat, die Lalaroekweg. Maar dit is gewoon te triest voor woorden, jongens. Proof my point, wat ik vanmorgen heb gezegd. Hè? Dit is wat wij doen. Ik kan hier niet zeggen Bouterse, ik kan niet zeggen Weidebos, ik kan niet zeggen Santokki, ik kan niet zeggen Vinnen, wij. Collectief hebben wij die verantwoordelijkheid. Dit is wat wij doen. Wij burgers. Wij gooien deze troep op straat. Wij ruimen het niet op. Hoor wat die mevrouw heeft gezegd. Kijk, iemand gaat bij Popeyes. Ik ba, ik trouwens aan het jazen. Niet alleen maar jonge mensen. Nou, ik heb je chips gekocht, ik ba, ik trouwens ja. Het is naar beleid. Meneer, de mooiste nog. Hey, meneer. Moe van het rommel. Elke dag zijn we bezig. Dat meer. Elke dag zijn we bezig. Je mag potje op beeld. Ben goed op. Je mag potje op beeld. Op welke tv? Ik ben van Travas D. Facebook. Ja? Travas D. Oké. Okay. Mag het? Als u dat bent. Ja, dus u zegt elke dag maakt u dit mee? Ja. Men houdt niet op. Aan ook kan toch? Zang op zang aan Uno. Mijn pen van I love you, maar niet op zo'n manier. Nee, in een loba konden ze. Oh, je rammelt in je auto. Ja. Kijk, ik heb mijn rammelt, maar het blijft in mijn auto. Ja, precies. Toch? Wanneer ik tijd ben aangekomen, durf ik het in mijn ton. Juist. Want als ik het gooit op straat, geef ik anderen het aanleiding toch? Ja, precies. Wat is dat? Want u begeleidt die dames nog? Allemaal, het hele groep. En dan gaat u dit opvegen, die dames zeggen. Als ik om 12:30 terugkom, is er weer troep. Dat bedoel ik. Je maakt schoon, na 15 minuten heb je het weer. Ongelooflijk. Je bent constant bezig, mevrouw. Zijn er een oplossing, denk je? Een oplossing? Ah. In akondre ja, mi wani taki alles ma hoort en doti na impressie. Zeven. You know one dot you pressie, maar je dot lanti pressie. Zeven. Enkele klanten moest kunnen aan wet noemen dat alles maar die pot den doti als die straat moest pai. Ja. Te je pai, dat je hou op. Klopt. Als je niet pai, dan heb je dan die worok. Ja, want dat als je een trouwe dat een euro worden zijn de tati. Nee, we is in een trouwe. Doti na heet die doti de moeder. Ja. Maar mijn pijn taki, als je netjes naar je osso uit, in een doti op straat. Nee toch, nee. Dan heb je ook een keer een ding. Dat zijn jullie rapje en dat heb je ook. Juist, dat is. En dat heeft zijn moeder. Je nyang, je bij wat rommel, je koppelt je bonking als je straat. Zo moet screamen. Zo moet screamen. Dat je, I love you. Op zo'n manier. Ja. Dat is dat kon er.
Or je kondre jongen, heb je lobby kondre jongen, hoor je kondre kri jongen. Ja, ja. Echt wat, hoe ons leven zijn kri maar doti? En een makkelijk moeder? Nee, je voegat toe toch? Je voegat toch, wat je na... Ja, wat je toe toch moeder? Juist, en je kri tras maar doti. Je kri tras maar doti, dat kwam je. Juist. Zo mij lukken je, dat heb je een van de maat is chef. Ja. Dus nou... Moeder, heb alle deze baborka adoti. In bom, om bata frida wat er van adoti je uroka moeder. You are not doti. Nee. Maar je kreeg doti. Tras maar doti bij. Moeder, wat krijg je met dat? Met dat. Alle die in bom bata frida wat er. Hij kost you. Hij kost you, ja. En dan hoe weer concreet alle de zijn jansen baka. Alle zijn we doen baka moeder. Moeder, baka wa wiki, reep saja baka. Dat, maar mevrouw, dank je, het mi kon dire baka na. Ik kan koloko. De tijd dat I love you op zo'n manier. Don't give one break, man. Ja, man. Wie schrijft u? En is je op een Duisburglaan? Meneer, hoe kun je drapen? Moeder, hier de hey. Moeder, hier de weg erin dat je. Hoe kom je erin dat je? En dan heb je. Maar als je ernaast me hou op naar de mentaliteit, dan heb je dat we komen ervaren. Wie schrijft u? Dat heb je ook echt. Echt heb je aan het om hou op. Ja. Om mentaliteit fout. Klopt. En de regering... En tell me what you say to me, je trouwens, dat je kost me toch? Aye. Je tell me dat je met tang. Klopt, dat zeggen ze. Huh? We worden moe hoor, man. We worden moe. Ik weet het. Maar we blijven het doen. Omdat zijn de, nou dat we verdienen. Zuiver, naar Euroko. Naar Euroko. Je verdient money, ja. Precies. Ik ben weker, naar dienstweker. Toch, moeder? Dat met doen. Ja. Maar alle dingen, voor bouwen, wat er voor wat er je schim, bakken, te je bouwen, kan je doen. Sma e poti, ana shwiti era moder. Ana shwiti. Nee. Want ino barokra te barokra munda da korsu na kyo. Klopt. Of if you're sicky. Zijn de. Amat er zijn ook blinde insecten die je inadem. Moder. Alors, Michi, de trouwet, de dagu, ala lesa, eh, meneer. Dit moet eten, moder. Dit moet hebben. Kana kombi. Kana kombi. Ja, no? Pede me hodde de osso, moder. Dan gaat die on troep daar kie. Oh? Kombi moet die gaan. Kleine combi. Hai. Wat heb je moeder? Dat moeder ook wel samen tegen moeder. Is sorry. Man verband, is alles rom. Moeder, je wordt moe hoor. Je wordt moe. Ik ook word, er ook moe van. Dat jongens zo'n mooi kondre. En mijn hoop dat een president heeft voor mij. Dat ik tamme en dat ik nu deed. Dat ik een pas wat regel aan de smassen en terwijl je doet. Je hebt een flinke boete. Boete in boedjes man. Dat je dat als een hoop op in een kondre. Maar heb je tamme je tak je moeder na zomaar. 2018 heb ik bekend dat ik de Gisma boete, maar ze nooit nog door. Moeder, kijk je zelf. En misschien, hij is aan niet. Kijk je. Is het mooi? Ja. Nee. Ja, look op de moeder. Look op, is hard te starten of wat? Ah. Is hard te starten of wat? Ja, met eigen de toeristen kunnen onder de zon. Ah, boy. Misabi, krak te heren, dank je wel, Jara. Lobby. Alles wat hij doet. Be yourself. Thank you, lobby. Je hebt het gehoord. En iedereen zegt wat ik zei vanmorgen. Wij doen het. Wij zijn de hoofdschuldigen in deze. Wij. Onvoorstelbaar. Hij heeft het gezien. Hij proeft mijn point. Dit is net als wat wij doen. Dit is weer veel normaal. Dus wij vinden moet kunnen. Ja, dan hebben de mensen anders geen werk. Dus naar openbare werken moest doen. Shame on us all. Die dat doen. En dan moet je net terug aan rommel. Oké, mensen, dat was het. Ik deelt ook deze live. Dat wij als Surinamers collectief verantwoordelijk zijn voor de netheid van ons land. Wij als burger. Later.